guys! Hallo, hallo! Vandaag gaan we een Snapchat Q&A doen. Ik weet niet, ik ben echt heel erg enthousiast blijkbaar. Ik heb net gevraagd om vragen, ongeveer een half uurtje geleden. Dus het zou goed kunnen dat ik al een heleboel vragen binnen heb. Mocht je denken, Teske, heb jij Snapchat? Dat wist ik helemaal niet. Mijn naam op Snapchat is Official Teske. Dat klinkt allemaal heel fancy, maar dat is vooral omdat Teske en Teske Schepper al bezet waren. Ik zou het super leuk vinden als je me volgt, want ik plaats snaps van allemaal willekeurige dingen. Soms moet ik even mijn frustraties kwijt, soms ben ik heel blij en ik maak heel vaak foto's van mijn eten. In ieder geval heb ik hier allemaal snaps klaarstaan nu en die ga ik samen met jullie bekijken en luisteren. En dan ga ik de vragen die worden gesteld beantwoorden. Hi Teske, mijn vraag is voor jou. Wat is het leukste dat je ooit hebt gedaan of nog gaat doen door je YouTube-kanaal? Het allerleukste dat ik ooit heb gedaan door mijn YouTube-kanaal of nog ga doen. Ik denk dat het allerleukste is... Nee, het zijn twee dingen. Allereerst Mert, want ik heb Mert leren kennen omdat we allebei YouTuber waren. Dus dat vind ik wel een groot deel van mijn leven wat dan is bepaald door YouTube. En ten tweede dat ik nu met muziek bezig ben. Dat is ook gekomen door YouTube, want anders was ik gewoon een meisje dat wilde gaan zingen en helemaal geen contacten had en geen publiek had waaraan ze het kon laten horen. En daar ben ik wel echt mega dankbaar voor dat ik, ja... Dat ik gewoon muziek kan maken doordat ik al een basis hier op het internet had. Wat is je favoriete plekje in Amsterdam? Ah, ben je ziek? Er stond bij, let niet op de zieke stem. Beterschap. Mijn favoriete plekje in Amsterdam? Goede vraag. Mijn favoriete buurt is sowieso de Plantagebuurt. Bij Artis en bij de Hortus Botanicus. Dat vind ik echt een mega mooie buurt. Ik zit zelf heel erg vaak bij Bagels & Beans. Dat vind ik een hele fijne plek. Maar een andere favoriet van mij is de Haarlemmerstraat. Of de Haarlemmerdijk. Dat loopt in elkaar over. Dat is één hele lange straat. En daar kan je zoveel leuke winkels vinden. Dat is eigenlijk mijn favoriete plek om naartoe te gaan. Als iemand Amsterdam nog niet zo goed kent. Want dan heb je echt in één straat echt... Alles wat je nodig hebt. Echt super veel leuke dingen heb je daar. Hey Teske, wat is iets wat je in je dit jaar, 2016, nog heel graag wil bereiken? Hartjes! Wat ik in dit jaar... Oh, eet poffertjes. Wat is jouw lievelingseten? Wow, je bent echt enthousiast. Wat ik dit jaar nog wil bereiken? Nou, ik wil dit jaar heel graag een album uitbrengen. Of een EP. Ligt er een beetje aan. Een EP is zeg maar een verkleinde versie van een album. En ligt er een beetje aan hoeveel nummers ik kan schrijven waar ik tevreden over ben en die ik op mijn album wil hebben. Dus dat wil ik heel graag doen dit jaar. En mijn lievelingseten is India's. En dan met name shahi paneer. Dat is echt super lekker. Hey Teske, ik wou even vragen wat jij de leukste serie op jouw kanaal vindt. Bijvoorbeeld Hartjes of Teske & Co. Oh. Je bent super knap. Doei. Oh, dankjewel. Oeh, moeilijk. Ik vind ze allemaal heel erg leuk. Ze hebben allemaal iets waarvan ik denk van... Dit is echt super tof, anders dan zou ik er niet mee doorgaan. Maar ik denk op het moment mijn favoriete serie is Proefwerk. Omdat ik daar dus allemaal dingen proef. En dat is voor mij vaak heel leuk en grappig. En hopelijk voor jullie ook. En ik hou gewoon heel erg van eten. Waarschijnlijk is dat het. Maar ik vind Teske & Co. ook heel bijzonder. Omdat je mij daar voor mijn gevoel heel erg goed leert kennen. En ik bewerk die afleveringen helemaal niet zelf. En ik film ze niet zelf. Dus het is voor mij elke keer ook weer een verrassing wat het gaat worden. Hoi, mijn vraag is... heb je Netflix? En zo ja, welke serie vind je het leukst? Zo nee. Wil je Netflix? Ik heb Netflix. Jazeker. Echt al 3 jaar of zo. Op dit moment mijn favoriete serie is Better Call Saul daarop. Komt elke dinsdag een nieuwe aflevering. Dat is een verlengde van de serie Breaking Bad. Als je die niet hebt gezien is het ook een hele grote aanrader. En voor de rest vind ik Orphan Black heel erg leuk. En ik vind ook leuk series als House en The Mentalist. Dat soort dingen. Maar er zijn nog wel veel meer series op Netflix die ik echt moet gaan kijken. Maar waar ik niet echt de tijd voor heb. Maar ooit, hopelijk, kom ik daar op een dag aan toe. Oeh, ja, ik heb stom genoeg dus Aurora 2 keer gemist. En Aurora is echt zo goed. Maar er zijn nogal wat meer mensen die ik echt super tof vind. Ik heb Panic at the Disco wel eens live gezien, maar die mag ik gewoon ontelbaar veel keren live zien. Hetzelfde verhaal met Hozier. Maar iemand die ik nog nooit live heb gezien en wel zou willen zien optreden, ja, Demi Lovato eigenlijk. Ik heb Demi wel ontmoet, maar niet zien zingen. Dus dat moet nog een keertje gebeuren. Oh, goeie vraag. Nou, wat me sowieso motiveert is dat ik het met een personal trainer doe. En dat ik elke keer dus iemand op me heb staan wachten die met me gaat trainen. Dus ik kan niet zeggen van, joh, ik ga vandaag niet. Want dan staat hij op me te wachten daar in de sportschool. Dus dat is een hele goede motivatie. En ook een van de redenen waarom ik een personal trainer wilde. Omdat ik dus het gevoel heb dat ik in mijn eentje er niet ga komen. Maar ik weet wel dat heel veel dat niet kunnen doen. Want het kost natuurlijk wel geld. Ja, wat mij ook heel erg motiveert is... ik ben altijd heel erg veel bezig met voeding. Maar voeding is niet alles natuurlijk. Want sporten is gewoon ook heel erg goed voor je lichaam.
als je gezond wil zijn. En ik wil zo gezond mogelijk zijn eigenlijk, zodat ik zoveel mogelijk dingen kan doen die ik leuk vind. En ook gewoon later niet al te veel last krijgen van mijn lichaam, op welke manier dan ook. En sport is een heel erg groot deel van gezondheid. Dus dat maakt mij wel dat ik denk van ik moet dit echt doen, doorzetten. Hey Teske, hey. Hoe vaak per jaar ga je naar de kapper en hoe lang zit je dan ongeveer bij de kapper? Oh, hallo. Ik ga ongeveer 4 keer per jaar naar de kapper. Maar dat ga ik ietsje meer doen, want ik heb vaak heel erg uitgroeien waar ik me dan irriteer. Nu gelukkig niet. Maar ik ga normaal ongeveer 4 keer per jaar. En dan zit ik daar wel vaak ruim 4 tot 5 uur. Maar dat komt ook omdat ik verschillende kleuren in mijn haar heb. Altijd een hele uitgebreide behandeling krijg met verzorging en zo. Ik ga naar Salon B, naar Aret. Groot aanrader als je een keertje daar naartoe wil. Dus ik ben er redelijk wat tijd aan kwijt, maar ik hou dan ook wel heel erg van mijn haar. Ik vind het heel lastig, want je ziet het op de camera helemaal niet, maar in het echt is mijn haar echt wel heel donker paars. En in mijn vlog zei ook al iedereen van, je haar is helemaal niet paars. Jongens, het is echt paars. I swear. Maar de camera wil het niet oppakken. Hey Teske, wat is je leukste Snapchat filter? Mijn leukste? Ik ga hem jullie even laten zien. Ik ben dol op dit soort filters die mijn gezicht vervormen, waardoor het dan heel erg lelijk wordt. En dat vind ik dan heel grappig. Ik vind het gewoon altijd heel erg fijn als ik op een foto gewoon heel lelijk kan staan. Want dan hoef je, met zo'n filter hoef je ook gewoon niet je best te doen om er mooi uit te zien. Dat gaat gewoon niet lukken. Als je een andere oogkleur zou mogen kiezen, welke zou het dan zijn? En het mag elke kleur zijn, dus ook bijvoorbeeld paars. Paars. Ik denk niet dat ik paars zou kiezen. Nou, trouwens, heel erg donkerpaars. Dat je zo eigenlijk alleen in het licht ziet dat het paars is. Dat lijkt me wel heel erg cool voor mijn oogkleur. En anders, ja, ik ben ook altijd wel heel erg verzot op groene ogen. Echt van die mooie donkergroene ogen. Eigenlijk dat je een beetje katachtig wordt. Dat vind ik echt super vet. Hoi, mijn vraag is, heb je meerdere vriendschappen over Mert? Zo ja, hoeveel dan? Mert is echt mijn eerste echte vriendje. Mijn eerste relatie, want zo noem ik het bij de anderen niet echt. Want mijn andere vriendjes die ik heb gehad, was er eentje was ik 9 jaar. De andere was ik 11 jaar. En nog een andere was ik 13 jaar, maar die laatste was echt 4 dagen of zo. En toen de hele tijd niks. En toen kwam Mert en daar ben ik nog steeds mee samen en heel blij. Dus eigenlijk is Mert wel mijn allereerste echte vriendje. Teske, mijn vraag voor Q&A is, zou je lief opgegeten willen worden door een vleesetende eenhoorn of door een regenboogspeelende haai? Wat? Ik wil niet opgegeten worden. Een vleesetende eenhoorn of een regenboogspuwende haai. Ja, dan toch maar die haai. Weet je waarom? Omdat ik denk van als die me dan onder water meesleurt of zo, misschien verdrink ik dan nog eerder dan dat ik ja, echt word opgegeten. Wat een nare vraag. Ik wil niet opgegeten worden. Teske, ik heb een vraagje voor jou. Zou je liever levend verbrand worden of levend verdrinkt worden? Wat? Waarom al deze lugubere vragen, jongens? Kijk, ik ben best wel iemand die over dit soort dingen nadenkt. Want ik heb best wel lugubere fascinaties. Want ook bijvoorbeeld allemaal manieren van martelingen die ze vroeger deden. Dat vind ik ook allemaal vet interessant. Maar ik wil niet mijn hele video gaan vullen met manieren om dood te gaan. Ja, ik heb dus gehoord dat verdrinken heel veel pijn doet. En je denkt van verbranden doet ook heel veel pijn. Maar volgens mij stik je door de rook. Eerder dan dat je echt gaat verbranden. Weet je wel, je huid. Oh, ik kan niet kiezen. Liever gewoon allebei niet. Hey Teske, dit is mijn hond, Dribbel. Iiii! Van Praatje Pingu. Ik vroeg me af, wat vind je van honden? Wat vind ik? Ben je zo'n kattenmens? Ik ben niet een kattenmens. Ja, ik ben wel een kattenmens omdat ik een kat heb bij mijn ouders. Maar ik ben niet per se een kattenmens. Ik ben echt ook super erg hondenmens. Ik ben eigenlijk allebei. Ik wil ooit in mijn leven heel erg graag een hond. Maar dat kan pas op een punt dat ik er genoeg tijd voor heb. En genoeg ruimte. En nou ja, dat kan gewoon niet zo goed hier in het appartement. En met hoe druk wij zijn. Maar ik hou echt heel erg van honden. Really. Hey. Hey. Waar ga je het eerste doen in een dierentuin zonder geiten? Zonder. Oh. Eerlijk gezegd ga ik niet naar dierentuinen, niet meer. Omdat ik niet eens ben met het feit dat ze wilde dieren houden in omstandigheden die daar helemaal niet voor bedoeld zijn. En vaak in hele kleine hokjes. Maar toen ik nog wel naar dierentuinen ging, was mijn favoriete gedeelte altijd de oceaan. Dus de vissen en zo. Ik vind de onderwaterwereld zo super fascinerend. Ik wil daar gewoon alles van weten. En ik ben veel te scheiterig om een keertje te gaan duiken of zo. Dus dan vind ik het wel heel cool om al die visjes en haaien en kwallen zo te zien rondzwemmen. Wij zijn nu op school en dit is onze vraag. Wat was je lievelings schoolvak? Je bent super creatief, allemaal één woord. Mijn favoriete schoolvak was eerst CKV en muziek en ook tekenen.
Dus eigenlijk gewoon alle creatieve vakken. Alle vakken waar je niet per se volgens een leerboek dingen moet doen. Maar gewoon ja, je creativiteit in vrije loop kan laten gaan. Dat is echt mijn favoriet geweest, altijd. Wat is je favoriete liedje van Panic at the Disco op dit moment? Mijn favoriete liedje op het moment? Ja, Death of a Bachelor, denk ik. Dus het nieuwe album heet Death of a Bachelor, maar er is ook een liedje die zo heet. Die vind ik zo prachtig, omdat het een beetje afwijkt van de beetje pop, rock, punk stijl die ze altijd vasthouden. Brandon heeft zoiets moois gemaakt. Jazzy, swing-achtig. Het is echt een heel erg vet nummer. Hoe lang heb jij en Mart al een relatie? 4 jaar en bijna 4 maanden. Wat was het moment dat je suikervrije maand het moeilijkst had? Ik eet over 2 dagen een maand suikervrij. En de momenten waarop ik het wel het moeilijkst had, was de eerste week. Als je geen suiker meer eet en normaal gewend bent om heel veel suiker te eten, dan ga je echt afkicken. Dan krijg je echt afkikverschijnselen. Dus ik was heel chagrijnig. Ik had hoofdpijn. Ik was moe. Ik sliep veel. Maar eigenlijk na die, ja, laten we zeggen, 1,5-2 weken allereerst, heb ik het helemaal niet meer moeilijk gehad. Dat is echt bizar. Je went er wel ook wel heel snel aan om geen suiker meer te eten. Wat is je profielfoto op WhatsApp? Oh, goede vraag. Die ga ik even voor jullie uitzoeken. Ik weet het eigenlijk niet wat mijn profielfoto is. Oh, het is deze. Die heb ik ook een tijdje gehad op Twitter. Maar op Twitter verander ik het iets sneller dan op mijn WhatsApp. Want ik kijk hier eigenlijk nooit naar. Oké, en ik ga nog 1 vraag beantwoorden. Want ik heb er alweer heel veel beantwoord. Mocht je trouwens een vraag hebben gestuurd die ik heb geopend, maar niet heb beantwoord, dan komt dat vaak doordat dezelfde vraag al in dezelfde video zat. Of doordat ik dan die vraag al heel veel in vorige video's heb beantwoord. Dus dat je dat weet. Het was niet alsof ik dacht, die is zo stom. Die wil ik echt niet in mijn video. Oké, allerlaatste. Wat is het leukste wat een fan ooit jou gegeven heeft? En trouwens, ik vind je video's en blog echt splik. Dankjewel. Ja, dat zijn meerdere dingen. Ik vind tekeningen altijd super bijzonder, omdat er ook gewoon zulke onwijs creatieve, talentvolle mensen onder mijn kijkers zitten. Maar eigenlijk alles wat ik van een fan krijg, of van een kijker, dat vind ik altijd super bijzonder. Jullie nemen ook allemaal cadeautjes voor me mee altijd, en dat hoeft helemaal niet. Maar dankjewel als je me ooit iets hebt gegeven. Thanks. Nou, dit was de Snapchat Q&A van deze keer. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop dat als ik je vraag heb beantwoord, dat je dan een goed antwoord vond. Volg me dus op Snapchat als je dat nog niet deed. Want het kan ook zijn dat ik daar updates geef over dingen of gewoon af en toe kleine sneak previews geef van als ik in de studio ben. En dan wil ik jullie echt heel erg bedanken voor het kijken. Heel erg veel hartjes. En tot de volgende keer.